Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ben ik met Bartje en met Glenn op pad in een nieuw soort veld. Weet het niet, we gaan wel even kijken wat het wordt. In ieder geval leuk dat jullie kijken. Nou, eerste vondst. Bakbeest van een blokgewicht. Ja. Thuis schoonmaken, hopen dat de stempels in staan, dat kan. Ik zie hier wel een soort van rondje, dus het zou kunnen dat er een stempel in staat. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit echt helemaal 100% zeker. Het is in ieder geval een blokgewicht. Nou, eerste duikje is binnen hoor. Ik kon net lezen 1760. En ja, toen haalde ik de kosten per ongeluk af en toen was het ook weg ook. Maar het is in ieder geval eerste duikje. Dus dat betekent dat er wel wat ligt. Glenn, wat heb je? Ik zou niet weten wat het is. Zou maar eens verwachten dat het van een cola blikje is of zo. Kijk. Ja, het is wel aluminium. Ja, ik denk dat het van een blikje is of zo, maar. Nou ja, hey, met de staalwaarde vertegenwoordigd, aluminium. Hey. Aluminium. 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 Ja, een soort van fitting. Nee, niet een fitting. De onderkant van een lampje, denk ik. Waarom dit zo ver uitsteekt, weet ik dan weer niet. Toen ik hem eruit haalde, dacht ik dat het een soort van penvuur was. Maar dat is het niet. Het is echt, een lampje. Dus niet heel oud. Als je soms denkt van wat gaan die detectors vreselijk over hun nek. Nou dan kijk, er staan hier allemaal van die palen. Overal waar je kijkt staan van die palen. En die doen nog wel wat. Dus, ik heb hem nou aardig stil. Ik doe gewoon frequency scan. En dan wordt hij wel redelijk stil hoor. Maar zo nu en dan vliegt hij een beetje in de war. Maar dat is niet zo gek, want het is hier een en al... Een en al palen. Nou, Glenn haalt er een gesp uit en ik haal er een munt uit. Het is een leeuwencent. Oh, even focussen. Ja, een leeuwencent. Statige muntjes, hè? Met zo'n leeuw en zo'n zwaard. Kijk, ik heb er al twee gevonden. Hier, kijk eens. Nou ja, nee, die is ouder. Wel? Oh, je dacht dat deze ouder was? Nee, deze is ouder. Nou, maar die is uit. Er zit niet Kijk. Zoveel tijd verschil tussen hoor. Nee, hier. Doe mooi hè? Zal jou om... Ja, dat dacht ik omdat deze zo mooi gevouwen was. Zie je dat? Ja. Maar Nee. Nee. Ja, als ongeluk toch? Hey. Ja, absoluut. Ja, je ziet het denk niet meer, maar dat is een halve Willemscent uit 1851. Hier zie je nog net... 18 en daar 51 staan. Maar dan moet je echt wel heel goed kijken hoor. Kijken of ik het een beetje beter in beeld kan krijgen. Nee. Het is echt heel moeilijk. Maar ja, maar kijk, het is ook echt wel een heel klein muntje. Hey Klein. Yo. Ik vind het toch best wel leuke spelletjes. Ik ook. Bart ook, die vindt allemaal ijzer. Bart vindt allemaal kijk, ijzer. Kijk, hij ligt daar gewoon. Hij zit wel te zwaaien. Hey Bart! Bartje! Maar, toen ik hier gisteren toestemming vroeg om te zoeken, toen zei hij wel van ja, er zijn wat jongens een paar dagen geweest met van die rode de metaaldetectors. Ja, dat zei je ja. Ja, ja. Hebben ze toch niet alles weggehaald? Nee, dat blijkt, want we vinden toch wel leuke dingen. Gewoon muntjes en gespen, dus rode nou, detectors. Ja. Ja, dat zal wel. Ali. Ja, misschien wel ja. Ja, denk het ook. Ik vind gewoon een lepel van Huizen Sint-Jacob. Tenminste, dat staat erop. Huizen Sint-Jacob. Je kunt door de schittering bijna niet zien. Maar het is een roeste stalen lepel. Dus ik denk dat de boer hier zijn pap gedronken heeft. Gok ik zomaar. Ik kan even googlen naar Huizen Sint-Jacob. Ja, je raadt het nooit, hè? En ik zit te kijken waar die vandaan komt. En Huizen
wat was het ook alweer? Huizen Sint-Jacob is een oud-katholieke, Rooms-katholieke huizen. Oh. Vlakbij Amsterdam. Mag ik eens even kijken? Ja? Dat is ook een mooi ding. Is hij van zilver? Of? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het alpaca is. Maar oh, mooi ding. Hij komt bij, vlakbij Arters vandaan. Oh, bij de dierentuin. Ja, maar daar heb je allemaal van die monumentale panden. Dat is wel zo, ja. Ja, dat toen kwam zo. Jij. En ja, hebt... man, ik heb een hartklap in die van, of wat is dat dingen? Een VOC-muntje. Ik twijfelde eens, ik zag alleen een V. Ik dacht, nou ja, ik laat het maar aan jou zien, want je weet me nooit, weet je wel. Nee. Man, ik ben echt heel blij daarmee. Nou, VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ja, die hebben mijn voorouders waarschijnlijk eens een keer naar Curaçao gebracht. Ja, of ze hebben... Oh, dat was de West-Indische Compagnie. Ze hebben jouw voorouders uit Curaçao hierheen gehaald. Ja, dat zou ook nog eens kunnen, ja. Het is jullie waarschijnlijk niet ontglipt dat er een nieuwe tas is van Quest. Een redelijk praktische tas waar je eigenlijk je detector in zou kunnen doen. Want als je deze omhoog flapt, dan past je detector er zo in de lengte in. Mocht het nou niet gaan, of mocht je nou een hele schotel hebben, dan kan je hier het zijvakje openmaken. Deze. En dan kan je je schotel er nog uitsteken. Ik gebruik hem voor andere dingen, want ik heb al mijn camera-apparatuur erin zitten. Maar hij is oorspronkelijk bedoeld om je detector in te vervoeren. Wil jij nou zo'n tas hebben? Dat kan. Ik ga er eentje weggeven. Van Koester en Metaaldetectors mag ik er eentje weggeven. Tante Patty die vroeg van de week, zou je er eentje weg willen geven? Ik zei, ja, dat lijkt me wel leuk. Wat moet je doen voor deze tas? Laat een leuke reactie achter onder deze video. En laat zien dat je geabonneerd bent. En dan kan jij deze tas winnen. Hier op zich een hele leuke vondst. Alleen jammer dat die helemaal verrot en uit elkaar is. Het is een mesheft. Echt een heel oud mesheft. En dat was ingelegd met glaspasta. Maar ja, nu is die echt helemaal uit elkaar. En het is echt heel erg zonde. Jammer. Jammer, 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 jammer. Het is echt zo belachelijk divers. De ene keer vind je een meshelft van een paar honderd jaar oud. En dan vind je een fietsbel. Het is echt... Ja, je moet alles wat mooi klinkt opgraven. Want anders loop je het mis. En nou vind ik het niet zo erg om een fietsbel mis te lopen. Maar ja, voor hetzelfde geld als het een heel mooi stuk loopt of iets anders. Dus je graaft toch alles op. Maar ja, een fietsbel. We zijn echt helemaal twee velden verderop. Omdat jij stond te blaren. Ja. Als een soort wild schaap. Nou, het is toch ook... het is me gegund. Het is je zeker gegund, maar we hebben nog niks gezien. Zal maar even aan mijn zakken al. Zal wel dit zijn zeker, hè? Kijk. Er zit ook een scriptie in. Er staat ook wat erin. Hij heeft gewoon een gouden ring gevonden. Heel gaaf. Doei. Een gouden ring, Bart. Ja, en er staat ook wat in. Tot Bart. Lekker, hè? Even kijken, wat staat erin? Ja, het is me gegund. Maar voor de duidelijkheid. Ja, Annemarie. Ik heb geen zilver, ik heb goud. Yeah! Of Annemiek. Ja, Annemiek. Ja. Ja, dit is 2010, hoe kan dat nou? Nee, ik weet niet welke datum er staat. Nee, joh, ik ga kijken. Ik weet ook niet wat erop staat. Bart, het was jouw dag, hè, vandaag? Ja. Jij hebt de gouden rakker binnengehaald. Ja, zal ik hem nog één keer pakken? Ja, pak hem nog maar een keer. Het is hier om te transpireren, hè? Ja. Kijk, hier hebben we dat weer. Zou ik ook van transpireren. Goud. Bartje, goud. Ja, ik ben blij. Goud. Weet je wel hoe die geluk brengt? Kijk. Ja, als je hem weggooit. Nee, zus. Als je hem blijft plakken op je neus. Als hij blijft plakken op je neus, brengt hij geluk. Even kijken hoor. Nee, hij blijft niet plakken, denk ik. Wacht even. Kom op. Zet hem erop. Nee. Ja. Ach, bij mij bleef hij wel plakken. Ja, bij jou bleef hij wel. Ja, maar Bart, dat is veel grotere gok dan jou, joh. Ja, kijk eens. Kijk, dat betekent dat hij van mij is. Clown. Nee, maar het is echt leuk. Mijn eerste. Je eerste gouden ring. Ja. Met de metaaldetector. Ja, maar dat vind je niet zo gauw, met de Nee. En jij had je VOC eruit? Ja. Even kijken waar die is. Ik weet niet eens waar die is. Ah, die zie je toch niks meer van. Leuk. Hoi.
Maar goed, daarmee zijn we wel aan een einde gekomen van deze video. We hebben best lang gezocht, hè? Ja. We hebben best lang gezocht. Hoe lang? Is in Chinees. Ja. Hoe lang? Ik weet het niet, ik heb niet op mijn klokje gekeken. Nee, ik denk, hoe laat waren we hier? Een uurtje? Ja, 3-4 denk ik wel, ja. Ja. Nou ja, goed. Maakt allemaal niks uit. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren, want maar 40% van mijn kijkers is geabonneerd. Dat betekent dus dat ik 60% kan groeien. En die 60% die bij jou kan groeien, die kan ook weer overgaan naar al de MD. Ja, maar nee. Jij bent al gegroeid genoeg. Dus jullie weten wat jullie moeten doen. Ja, abonneren afvallen. Op de Toy Soldier. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.